Hallo iedereen, in deze vlog willen we onze ervaringen even delen over de Container Cup. Victor zei niet zo stressen, maar ik zei ook van ik wil daar wel de laatste zijn. Voor mij is dat echt wel iets waarop ik wil bewijzen. We gaan er 5 bij steken. Dus een eerste vraag. Wat vinden jullie van het idee? Hebben jullie je voorbereid? Kijk eerst, oké. Ja, ik vond het echt wel een superleuke uitdaging. En ik denk dat het ook wel tof is om eigenlijk alle topatleten eens bezig te zien. En ook een keer te zien wat dan ze eigenlijk wel kunnen buiten hun eigen discipline. Dus ja. En jij? Ik heb mij een beetje voorbereid op het roeien. Fietsen doe ik ook al eens. Dat is het een beetje, maar dat zijn eigenlijk de twee disciplines waar ik het slechtste op gescoord heb. Ik had mij niet echt voorbereid. Nu benchen, dat doe ik wel in mijn krachttraining. En lopen en fietsen, dat gebeurt ook wel soms in mijn cardiotraining. Maar voor de rest, ja, zoals golfen en biathlon schieten, dat was voor mij helemaal nieuw. Ik had dat nog nooit gedaan. Dus ja, maar het was echt wel tof. Vraag 2. Wat was voor jou de zwaarste proef? Waarom? Voor mij was de zwaarste proef golfen, omdat ik geen idee had hoe dat moest. Nu, ik vond de golfen voor mij ook wel moeilijk, maar niet fysiek het zwaarste natuurlijk. Het was gewoon moeilijk omdat ik daar geen ervaring mee had. En ja, na mijn eerste keer proberen, sloeg ik er al naast. Dus vandaar dat dat misschien voor mij het moeilijkste was. Maar het zwaarste fysiek vond ik dan toch wel op het einde het fietsen. Omdat ik dat ook minder goed kan. Maar dat wist ik al op voorhand. Dus daar stond ik niet voor een verrassing. Vraag 3. Welke was voor jou de makkelijkste proef? Waarom? Schieten. Dat viel heel goed mee. Ik had er veel bang voor dat ik dat niet goed ging kunnen. Maar ik had er 4 van de 5 raak. Eigenlijk iedere kogel die ik heb afgeschoten was raak. Ik had 1 foutje gemaakt, mee te herladen. Dus het was een aangenaam verrassing. Dat schieten vond ik ook wel best leuk. En dat ging ook wel goed eigenlijk. Ik heb heel veel tijd verloren bij het insteken van een nieuw kogeltje. Omdat ik moest dat klepje echt wel helemaal naar achteren trekken. En soms vergat ik dat wel. En wanneer ik het dan induwde, dan ging mijn pistool niet af, gaan we zeggen. Dus daar verloor ik eigenlijk heel veel tijd. Maar anders, ja, ik denk, moest ik daar geen tijd hebben verloren, dat ik wel nog een keer raak ging geschoten hebben. En anders, ja, lopen, dat is ook wel iets dat voor mij heel goed ging. Nu, ik probeerde daar eigenlijk zo een tempo te zoeken dat ik gedurende die 1,5 kilometer kon eigenlijk volhouden. Dus ja, misschien achteraf gezien, nu dat is wel makkelijk gezegd, kon ik misschien op het einde nog wat versnellen naar 17 kilometer per uur. Maar ik heb dat eigenlijk bewust niet gedaan, omdat ik vooral wou dat ik het allemaal goed kon volhouden en dat het niet meteen kapot was na de eerste oefening eigenlijk. Vraag 4. Wie heeft je tot nu toe al het meest verbaasd? Van wie verwacht je nog veel? Het meest verbaasd? Bij de meisjes is er nog niet veel gebeurd. Ik en Tessa waren de enigste meisjes momenteel, maar er komen nog heel veel meisjes aan de beurt. Dus ik ben ook wel benieuwd wat dat Jolien Doren gaat doen. Zeker omdat ze dan ook kan haar onderdeel fietsen kan bewijzen. En ik denk dat er ook wel nog atletieksters ook gaan meedoen. Die daar ook wel nog gaan schitteren. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe ver dat ik achter ga zijn ten opzichte van hen. En dan bij de heren. Ja, gisteren was het echt wel de max om Dirk van Tichelt bezig te zien. Hoe dat hij daar allemaal een beetje kapot sloeg in het golfen. Maar ja, ik vind het echt wel leuk om iedereen bezig te zien en ja, zo'n beetje. En jij? Ik was ook wel onder de indruk van Dirk van Tichelt, hoe extreem dat hij zich kon opladen.
En dat hij bepaalde psychologische tactieken toepaste, zoals voor het golven dat hij huisje zei, omdat huisje waarschijnlijk voor hem een leuke gedachte is waar hij tot rust kan komen. Dat leek wel te lukken, want Dirk had duidelijk geen golfervaring, maar die sloeg toch wel zeer raak op de bal. En de laatste vraag. Welke sportdiscipline is allround het best geplaatst om de Container Cup te winnen? Met andere woorden, welke sporttak wint de Container Cup volgens jullie en waarom? Volgens mij triathlon. Alleen jammer dat die niet meedoen. Ja, dat denk ik ook. Nu, er zijn nog heel veel atleten die... Je mag niet hetzelfde antwoord als je vriend geven. ...aan bod moeten komen, want in totaal zijn er 30 atleten, denk ik, die deelnemen. En ja, ik weet eigenlijk niet of er triatleten zijn die zullen deelnemen, maar zoals Victor zegt, ja, die hebben al het lopen en het fietsen in hun voordeel. En ik denk wel dat roeien dan die ook wel dat goed zullen kunnen. Dus ja... Nu, ik denk ook vooral de wielrenners of wielrensters, dan die ook een groot voordeel hebben. Omdat ja, het fietsen is toch 3 kilometer. En voor iemand zoals ik dat niet goed kan fietsen, duurt dat heel lang. Dus kan die echt daar heel veel trager zijn dan de rest. Nee, ik moet ook wel zeggen, iedereen heeft wel iets dat zo een klein beetje in zijn discipline ligt. Bij mij is dat nu niet echt het geval. Misschien moest men daar nog zo een endless pool geplaatst hebben. Dan kunnen we daar nog allemaal ook een keer gezwommen hebben. En dan ga ik ook misschien een klein beetje bevoordeeld zijn. Zoals nu iemand dat loopt, wel de atletiekers hem daar hun voordeel in. En de wielrenners in die spinning. Dus ja, misschien konden ze dat er nog een keer bij gezet hebben. Dan ging het misschien ook wel grappig zijn om iedereen een keer bezig te zien zwemmen. Maar dan was uw vriend Victor toch onverslaanbaar geweest als er een endless pool had gestaan. Ik heb al meerdere keren getoond... Of ja, toch ene keer, maar meerdere keren op training samen met jou. Dat ik u wel goed aan kan op training. Dus ik zou dat niet riskeren om nog een keer tegen mij te zwemmen. Maar je verliest al 2 minuten op de fiets. Dat ga ik niet verliezen in het zwemmen op jou. Ik kan helemaal niet fietsen, ik heb dat al gezegd. En zwemmen kan ik wel, dus... Voilà. Dit was de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten van onze antwoorden en vergeet jullie zeker niet te abonneren. Subscribe